Dit is de derde dag van onze vakantie en we beginnen dag met de klimmen naar de Simplonpas. Ik zal even laten zien wat er allemaal te zien is hier. We hebben hier een fotostop en in de verte is een brug te zien. Ik denk dat die daar is, ongeveer. En daar gaan we straks met de bus over. En dan zien we weer wat we verder kunnen gaan filmen. Tweede deel van deze dag zijn we naar de Aletsch Arena gegaan met de kabelbaan. We zijn nu boven en hier beneden, dan loopt de Aletsch gletsjer, de grootste gletsjer van de Europese Alpen. Hij is 23 kilometer lang. Hij is wel al de laatste jaren 3 kilometer geslonken, een soort langer geweest. En op het diepste punt is het ijs 800 meter diep. Van rechts naar links zijn te zien de Munch, dan draaien we naar de Jungfrau en de hoogste berg, dat is de Aletschhorn. En onderlangs loopt dan die lange gletsjer.